Een vriendschap kan het effect hebben van een warme douche, ontspannend en verfrissend. Wie wil niet omgeven worden door vrienden om wie jij geeft en die ook om jou geven? Ook het aantal vrienden dat je hebt lijkt iets te zeggen over hoe sociaal jij bent en hoe geliefd je bent. Het is niet voor niets dat het aantal vrienden die een persoon heeft op de sociale media worden bijgehouden. Alsof het een wedstrijd is. Het hebben van vrienden is onder andere belangrijk voor je welzijn, je gezondheid, de sociale interacties, het aanzien en het ergens bij horen. Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd op basis waarvan jij besluit om een vriendschap met iemand te gaan beginnen. Of een contact wordt omgezet in een vriendschap hangt af van twee voorwaarden. Als eerste is het van belang dat beide personen affectie voor elkaar voelen. Dit is een combinatie van genegenheid, warmte, positieve waardering en respect. De tweede voorwaarde heeft te maken met een overeenkomstige persoonlijke voorkeur. En dit kan heel divers zijn, bijvoorbeeld de liefde voor een voetbalclub, het werken voor hetzelfde bedrijf, het volgen van een bepaalde studie. Het wonen in hetzelfde studentenhuis, afkomstig uit dezelfde streek, soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt in het leven, een seksuele voorkeur of geaardheid, muzieksoort of kleding. Als aan de twee basisvoorwaarden is voldaan, dan kan de ander een transformatie ondergaan om van een kennis een vriend te worden. Allemaal volgens het principe: een koe is wel een zoogdier, maar niet alle zoogdieren zijn koeien. Anders gezegd, niet ieder contact waarbij aan de twee basisvoorwaarden is voldaan, verandert automatisch in een vriendschap. Echter, vormen de twee voorwaarden wel de basis van iedere vriendschap. Als de vriendschap is beklonken, dan wordt er een nieuwe voorwaarde belangrijk. Het vermogen om met elkaar te kunnen communiceren. De kwaliteit van het communiceren is bepalend of dat een vriendschap in stand blijft of uiteindelijk toch nog uit elkaar valt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders de communicatie als het belangrijkste verbindende element beschouwen binnen een vriendschap. Zo wordt er binnen een vriendschap. Over meer intieme onderwerpen gesproken dan binnen een liefdesrelatie. Met uitzondering van de verliefdheidsperiode, die ongeveer zes maanden duurt. Een goede vriend of vriendin heeft voldoende aan gebaren zucht en half woord om te weten wat er met jou aan de hand is. En ook dit blijkt door onderzoek te worden bevestigd. Soms kent de beste vriend of vriendin je nog beter. Dan je liefdespartner. Aan de andere kant is een vriendschap weer vrijblijvender dan een liefdesrelatie. Sommige personen ervaren dit juist als een vorm van vrijheid: je kiest voor de vriendschap zonder dat het een hypotheek of alimentatie kost. Het heeft er alles schijn van dat een vriendschap alleen maar voordelen kent: wederzijdse genegenheid, overeenkomstige voorkeuren, goede communicatie, verbondenheid en vrijheid van handelen. Nogal wat mensen zullen dit kunnen beamen en aangeven hoe blij en gelukkig zij zijn met hun vrienden en vriendinnen. Natuurlijk klopt dit zolang als alles binnen het speelveld van de vriendschap blijft. Vriendschap bezit echter ook een andere kant. Aantasting van de basiswaarden van een vriendschap wordt niet getolereerd. Een vriendschap is een taakgerichte groep. Dit wil zeggen dat de vrienden bij elkaar komen om één of meerdere doelen te realiseren. De doelen liggen in het verlengde van de overeenkomstige persoonlijke voorkeuren. Soms betekent dit een weekendje uitgaan met je stapvrienden of op vakantie gaan met je vakantievrienden. Soms is het doel om elkaar te helpen bij het overwinnen van een verslaving of een traumatische ervaring. En bij andere vriendschappen hebben de doelen te maken met het creëren van kunstuitingen of het organiseren van activiteiten. Zoals bij iedere taakgerichte groep stopt het bestaansrecht op het moment dat de gemeenschappelijke doelen zijn gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat een vriend andere persoonlijke voorkeuren belangrijker is gaan vinden. Stel voor dat Hans niet langer is geïnteresseerd in voetbal. Dan komt hierdoor direct de voetbalvriendschap met Tom onder druk te staan. In de regel wordt er geprobeerd om het afvallende groepslid binnenboord te houden door bijvoorbeeld op hem in te gaan praten. Vervolgens emotioneel te gaan chanteren, om dan te gaan overtuigen, en als dat allemaal niet helpt, dan voor de keuze te stellen of je past je aan, of de vriendschap is voorbij. Voorbeeld: Marcel is een probleemdrinker en besluit om te stoppen met het drinken van alcohol. Echter roept het weerstand op bij zijn stapmaten, die hem de hele avond proberen te verleiden en zelfs dwingen om op zijn minst één biertje te drinken. Als Marcel weigert is hij een zeikert en een loser. Als Marcel drinkt dan is hij weer één van de jongens. Het feit dat Marcel een alcoholprobleem heeft is ondergeschikt aan het in stand houden van de vriendschap. Zo kunnen afzonderlijk zijn stapmaten zeggen dat zij respect hebben voor Marcel dat hij wil stoppen met drinken van alcohol maar zodra als de vriendengroep compleet is telt de groepsopvatting die is gebaseerd op de oorspronkelijke persoonlijke voorkeuren ieder weekend flink stappen lol maken en zuipen marcel krijgt te maken met vriendschapsdwang de taakgerichte groep wijst het afwijkende groepslid terecht en probeert hem terug in de gelederen te stoppen Vriendschapsdwang mag niet worden onderschat omdat het van een vredelievende man een agressieve hooligan kan maken. Vanuit Japan is bekend dat er jaarlijks tientallen mensen zelfmoord plegen op basis van de vriendschapsdwang, of zoals je wil, de groepsdwang. Hier in Nederland wordt de vriendschapsdwang nog steeds onder het tapijt geveegd, alsof dat voor ons een onbekend verschijnsel is. Maar dat is helemaal niet zo. Zo herinner ik mij bijvoorbeeld de gebeurtenis van een mevrouw die al jaren lid was van een toneelvereniging wat tegelijkertijd een vriendengroep was in Eindhoven. De vrouw was niet op haar mondje gevallen en liet geregeld kritische geluiden horen. Op een gegeven moment is haar verboden om nog kritiek te uiten. Zij moest gewoon leuk meedoen en verder niet lopen te zeiken. Na drie jaar stortte zij het volledig in elkaar en heeft dagen achtereen gehuild. Op de vraag waarom zij zo lang haar mond had gehouden, gaf ze een eenvoudig antwoord: Dit zijn mijn vrienden en anders heb ik niets meer over. Vriendschapsdwang is een middel om te voorkomen dat een vriendschap uiteenvalt. Maar het tragische is dat het alleen maar uitstel van executie is waarvoor een flinke prijs moet worden betaald. Zo worden sommige mensen ziek en anderen gaan tegen hun zin in deelnemen aan activiteiten of ze worden onzeker en angstig. Vriendschapsdwang is ook een corrigerend instrument. Zo kent iedere vriendschap zijn eigen taboes. Onderwerpen die onbespreekbaar zijn en al helemaal niet vormgegeven mogen worden. In de waarden en normen van een vriendengroep wordt verankerd dat de taboes geen kans krijgen om zich te manifesteren. Deze taboes zijn niet vaststaand, maar kunnen door de jaren heen veranderen. Als een vriend toe heeft gegeven aan een taboe-onderwerp, dan dient hij te worden gecorrigeerd ten behoeve van de groep, omdat de groepscohesie hierdoor onder druk komt te staan. De persoonlijke situatie van het groepslid is volstrekt irrelevant zolang als hij afwijkt van de geldende waarden en normen binnen de vriendengroep. Een voorbeeld. Een vriendengroep die elkaar op de hogeschool heeft leren kennen, zijn nu al ruim 15 jaar bij elkaar. De gemiddelde leeftijd van de groepsleden is 38 jaar. De meeste groepsleden zijn getrouwd of hebben al een langere tijd een vaste relatie waarmee zij een gezin vormen. Nu blijkt dat één vriend is vreemd gegaan met een onbekende vrouw en tijdens de one-night stand heeft hij haar zwanger gemaakt. Hiermee heeft de man de waarden en de normen van de vriendengroep geschonden en is er een taboe onderwerp aangeraakt. Het vreemdgaan met gevolgen. De man en zijn vriendin verbreken hun relatie, en de overige vrienden komen hierdoor in een lastig pakket terecht. De vriendengroep gaat zich bemoeien met wat al dan niet goed zou zijn voor de man en zijn ex-vriendin. Dit is opmerkelijk, omdat je zou mogen verwachten dat dit een zaak is voor de man en zijn huidige ex-vriendin. De werkelijkheid is anders. Onder de vriendschapsdwang wordt de man verteld hoe dat hij poeten moet doen. Bijvoorbeeld door uit huis te gaan en de vrouw het huis te laten. Als ook zonder moren akkoord te gaan met een fixe alimentatie, ongeacht of dat hij deze nu kan betalen of niet. Als de man besluit om... Onder andere juridische hulp in te roepen om de afwikkeling van de relatie voor hem voorspoedig te laten verlopen, neemt de vriendschapsdwang toe in de vorm van brieven vol met emotionele chantage. Als hij niet stopt met het inroepen van juridische hulp, dan maakt hij niet langer deel uit van de vriendengroep. Het is wellicht overbodig om te vertellen dat de vriendengroep probeert om het duveltje terug in het doosje te stoppen. Want het vreemdgaan is een onderwerp dat voor meer personen uit de vriendengroep speelt, omdat eenvoudigweg niet alle relaties kwalitatief goed zijn of seksueel bevredigend zijn. De man uit het voorbeeld is gezwicht voor de vriendschapsdwang, omdat hij denkt niet zonder hen verder te kunnen. Hij zou dan alleen achterblijven. En dat beeld is griezeliger dan het schikken in de vriendschapsdwang. En dit is het begin van het einde van de vriendschap. en in veel gevallen ook van de vriendengroep. Het is goed om te beseffen dat vriendschappen dynamisch zijn en ook behoren te zijn. Een vriend of een vriendin is als een reisgenoot. Tijdens je leven tot aan het volgende station. Als blijkt dat jullie andere richtingen uit willen in je leven, dan is het goed om afscheid te nemen. Als jullie nog dezelfde richting uitgaan, dan is het goed om samen verder te reizen. Maar dwing een ander nooit om met jou verder te reizen omdat jij dit wil. Bijvoorbeeld omdat je bang bent om alleen over te blijven. Je komt in alle stadia van je leven nieuwe mensen tegen en iedere ontmoeting kan het begin zijn van een nieuwe vriendschap.